Plukkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Castlenaut. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn. Wij kunnen onze sorghum kunnen wij oogsten en die hebben we natuurlijk gedaan voor onze kippen. Als het goed is krijgen we hier ook stro uit, dus dan hebben we ook weer wat extra stro. Want ja, we hebben een klein beetje te weinig stro voor de dames, dus dat moeten we ook niet hebben. Het is namelijk augustus 1, dus we hebben ook nog augustus 2 om in principe dit veld te gaan oogsten. En ik denk dat we gewoon lekker gelijk aan de gang gaan. We hebben natuurlijk een grotere motor in de combine zitten. Dus als het goed is, moet het allemaal nou wat makkelijker gaan. Ik moet ook even kijken of hij het uitpoept. Ik denk het wel. Nee, wacht. Weet je, doe eerst maar... als we op en neer gaan, dan mag hij het uitpoepen. Ik denk dat dat iets makkelijker is. En dan hoop ik dat we hier mooi wat vanaf kunnen krijgen, zodat we dat aan de kippen kunnen geven, want ja, de kippen hebben al niet zo heel veel eten meer. En we kunnen ook beginnen met het mais hakselen, dus we hebben nog behoorlijk wat te doen. Hoe ver we komen, dat weet ik niet. Ik zet wel even de tijd op 4, dat lijkt mij een goede. Want we hebben net ietsjes meer tijd om de velden te doen. Want we hebben echt heel veel, dit veld moet geoogst worden. We hebben natuurlijk het veld verderop hebben we nog om te oogsten. En dan hebben we ook nog het mais wat gehakseld moet worden. Dus we hebben in principe nog genoeg te doen. Ja, en voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Ja, het zit zo. Ik heb natuurlijk in mijn community page heb ik natuurlijk verteld waarom er zondag geen story mode is. Nou, dat heeft met drie dingen te maken in principe. Ik heb het al in de livestream gezegd, maar voor de mensen die de livestream niet hebben gezien, zal ik het nou nog eventjes mededelen. Nou, het eerste ding is dat mijn ideeën een beetje opraken over story mode. Ik weet zo niet meer wat ik precies moet doen, wat ik nog kan laten doen, omdat ik eigenlijk het meeste al heb gedaan. Ten tweede, mijn motivatie is best wel weg om, of best wel, is aan de lage kant om video's te maken. En de reden daarvan is, dat komt omdat ik merk dat YouTube heel anders begint te worden. En dat kan positief en negatief zijn, maar om eventjes bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. In november had ik 135.000 weergaven, afgelopen november. Nu haal ik nog niet eens de 80.000 weergaven. Dus ik weet niet waar het ligt. Of de mensen die zijn farming gewoon zat. Of het algoritme van YouTube is gewoon echt kapot. Ik denk dat dat het meeste te maken heeft. Dat het algoritme van YouTube kapot is. Dat mensen geen meldingen krijgen als er een nieuwe video online komt. En naarmate dus van die lage weergaven en dat mijn motivatie zo laag is. Ja, weet ik zo niet meer precies even wat ik moet doen. En ja, als ik straks met mijn nieuwe baan ga beginnen, dan wordt YouTube sowieso minder. Want ik ga daar gewoon bijna fulltime werken. Want ja, ik heb het geld gewoon nodig. En dan worden de video's ook minder. Hoe ik dat precies ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik heb momenteel ook veel meer plezier in het streamen van games dan in video's maken. En de reden daarvan is... is dat je met een livestream gewoon lekker de interactie met iedereen aan kan gaan. Dus ik stream momenteel liever dan dat ik video's opneem, omdat ik daar gezellig met jullie kan kletsen. We kunnen het over bepaalde dingen hebben. We kunnen ook veel meer doen in een livestream dan in een video. Dus dat speelt er meer. En dat is dus een beetje de reden waarom er geen story mode was zondag. Ja, dat komt gewoon... ja, ik heb geen motivatie momenteel. Ik heb heel veel plezier in het streamen op Twitch. Dus mocht je mij nog niet volgen op Twitch, check linkje in de beschrijving. Dan ben ik 6 keer in de week ben ik daar live. Dus dat. Dat is een beetje de reden waarom er geen story mode is. Puur omdat ik gewoon even niet meer weet wat ik precies moet doen. Want mijn ideeën raken een beetje op met story mode. Ja, en mijn motivatie is gewoon heel erg laag. Dus dat. Want ik zag wat er een paar mensen zeiden van... goh, ja, waarom zeg je het nou niet? Ja, omdat ik natuurlijk geen livestream heb. Wou ik het graag op die manier aan jullie vertellen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen geen livestream hebben gekeken. Dus daarom vertel ik het ook nu. Ja, en wat ik zeg. Als ik straks mijn nieuwe baan heb. Als het allemaal doorgaat. Dan ga ik ook 32 uur werken. In plaats van 34 uur. En het kan nog wel eens 40 uur worden. Als het druk is.
Dus dan heb ik ook veel minder tijd om video's te maken. Omdat ik gewoon, ja, ik werk gewoon 5 dagen in de week. 4, 5 dagen in de week. En dan heb ik gewoon geen tijd en geen zin meer om een video te maken. Het streamen kan nog wel gaan, want ja, 's avonds ben ik natuurlijk gewoon vrij. Dus dan kan ik in principe gewoon de stream aangooien. Dus ik moet even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar ik dacht, ik hou jullie toch nog eventjes op de hoogte van al die dingetjes. Omdat mensen er toch nog wel naar vroegen. Dus dat. Daarom was er geen story mode. Dat is een beetje het ding. Maar goed, nu ik dat met jullie heb besproken, we gaan daar niet verder over zeuren. Ik wou jullie gewoon eventjes hetgene duidelijk maken van, goh, misschien dat het niet helemaal duidelijk was voor de mensen. Dus bij deze. Maar, we hebben nu natuurlijk wel met deze storm, hebben we natuurlijk wel lekker wat stro. En dat kunnen we goed gebruiken. We hebben natuurlijk het andere veld hebben we ook nog, veld 78, die we kunnen oogsten. Dus dat gaan we ook doen. Nou, laten we eerst maar eens even dit veld doen. Het is alleen wel zo, ik ga heel de tijd met een bocht ga ik meer. En hoe meer ik met de bocht meega, hoe erger de bocht wordt. Maar goed, het ziet er wel wat beter uit. Dus we gaan dit wel gewoon oogsten. En ik denk dat we het andere veld ook gewoon uitpoepen, omdat we dat stro gewoon nodig hebben. Het stro hebben we gewoon nodig, zodat we in de winter toch nog een beetje stro hebben voor de schapen. Of voor de koeien bedoel ik. Maar ik merk ook dat, tenminste dat idee heb ik. Er zijn ook heel veel andere YouTubers die ook veel minder video's maken. Ik denk dat gewoon het grootste gedeelte, dat het algoritme van YouTube is gewoon helemaal naar de knoppen. Niemand krijgt meer een melding als die online is. Ja. Ik denk dat dat ook een hele grote issue is momenteel. Maar ik zag dat bijvoorbeeld, voor mij doet Emus ook bijna geen video's meer. Wat ik zag. Hij streamt natuurlijk wel elke zondagavond. Dat weet ik toevallig. Dat doet hij al jaren. Maar ik zie ook bijna geen video's meer. Ik zie van Beestafit zie ik ook bijna geen video's meer. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan het wel zien wat het uitpakt. Maar ja, wat ik zeg. Volgende week heb ik een gesprek bij mogelijk mijn nieuwe werkgever. Ja, en dan ga ik gewoon minimaal 32 uur werken. Ja, en dan heb ik gewoon geen tijd en geen zin om video's te maken. Dus ik moet echt eventjes kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar daar komen we wel uit. Streamen gaat wel gewoon door, maar dat doe ik op Twitch. Dat doe ik niet op YouTube natuurlijk, maar dat doe ik op Twitch. Zes keer in de week. Deze week is bijvoorbeeld maandag doen we Out of Ore. Dinsdag doen we Farming. Woensdag doen we Planet Zoo. Donderdag is er geen stream, want donderdag stream ik nooit. Vrijdag dan doen we een willekeurige game. Zaterdag doen we Farming. En zondag is er geen stream, uit mijn hoofd. Dat is het streamschema wat ik momenteel heb gemaakt. Mocht je met Discord niet zijn gejoind, check het linkje in de beschrijving. Daar blijf je op de hoogte van alle livestreams, alle video's, al het nieuws, noem maar op. En het is er altijd gezellig. Dus be my guest to join the community. Right, we zitten 10.500 liter vol. Laten we hem eventjes legen. Die. En dan kunnen we zometeen gelijk eventjes aan de, hoe heet dat, aan de kippen wat eten geven, als dit veld klaar is. Ah, ik zag wel aan de reacties dat er waren wel mensen dat deze map tot nu toe de mooiste is die ik tot dusver heb gespeeld. En daar ben ik ook mee eens. We moeten alleen even kijken hoe lang we nog doorgaan met deze map. Want ik heb ook wel weer zin om een nieuwe map te doen. Want we zijn natuurlijk gestopt met de Valley Farm. We zitten elke keer op één map. Maar ja, dat is gewoon, voor mij en voor jullie, vooral voor mij, is dat gewoon wat makkelijker. Ik speel nu 2 mappen in totaal in plaats van 4. Nou, dat is al ruim de helft. Of nee, ik speel 3 mappen in plaats van 4. Want story mode hebben we natuurlijk ook nog. Alleen ja, ik raak een beetje mijn ideeën kwijt. Van wat ik nou allemaal moet laten doen. Ja, en op een gegeven moment is dat gewoon zo. Dan op een gegeven moment zou er geen story mode meer zijn. Omdat ik gewoon geen ideeën meer heb. Dat moment zou komen. Ik ga er wel vanuit dat deze zondag wel weer gewoon een story mode is. Maar ik zeg het gewoon heel eerlijk, jongens. Afgelopen zondag, ik had gewoon totaal echt, ik had geen zin om story mode op te nemen. Ik had werkelijk waar niks, 0,0 zin om een video op te nemen. Dus daar ben ik gewoon eerlijk in.
Dus vandaar. Vandaar. Goed, laat ik dit veld eventjes afmaken, jongens. Want ja, de oosten, dat hebben jullie natuurlijk ook een keer gezien. We kunnen het andere veld kunnen we wel eventjes een timelapse van doen. Maar deze zal ik nou eventjes doen zodat het klaar is. En dan zie ik jullie zo weer terug. Nou, het eerste veld is zo goed als klaar. Ik ben nu de combine naar het andere veld aan het rijden. Dan moeten we eventjes met de vent moeten we de kip eventjes eten geven. En dan moet dat helemaal goed komen. Ik weet het, voor mij kunnen wij deze bomen... Voor mij zit dat de vorige ook al. Maar voor mij kunnen we deze bomen in oktober kunnen we die oogsten. Dus dat duurt nog ruim 2 maanden. Of in-game duurt dat nog 1, 2, 3, 4 dagen. Omdat ik natuurlijk 2 dagen per seizoen heb. Hij net iets meer... Net iets meer... ja... Mogelijkheid om dingen te doen. In plaats van dat je maar 1 dag per seizoen hebt. Zo, nou, dan zetten we even de handrem erop. Dan pakken wij de vent. Dan geven we eerst even de kippen eten. Want die hebben volgens mij helemaal niks meer. 15.000 liter van dit veld. Nou ja, dat, voor mij is dat wel redelijk goed. Want we gooien er nu wat in. We gooien het niet in de silo. Want zo heel veel komt er niet van het veld af. En dat veld is kleiner dan dit veld. Dus daar komt geen 15.000 liter vanaf. Dus dat past alles wel in de trailer. Er gaat sowieso, denk ik wel, 8.000-9.000 liter gaat er wel af. Ik vind alleen dat, dat de kippen zo weinig eieren produceren. Ik weet niet waarom. Maar we hebben allemaal vrouwtjeskippen. Een heleboel. We hebben allemaal vrouwtjeskippen. We hebben 1 mannetjeskip. Ik vind dat ze zo weinig eieren produceren. Of het kan zijn dat ik deze er ook even af, uit de trigger moet halen. Dat dat gereset moet worden. Maar ik vind dat de kippen erg weinig eieren produceren. Kijk, er zit gewoon ruim 10.000... ja, bijna ja, 9.000 liter is eraf gegaan. Want er zat 15.000 liter in. Net geen 10.000 liter, dus ze hadden echt helemaal niks meer. Maar dat is goed, want alles wat we nu oogsten, dat pleuren we gewoon in de silo voor de winter, voor de kipjes. Dus ik zet de trekker klaar en dan gaan wij gaan we er eens even een timelapse doorheen gooien. Time.
Nou, 51% vol. Dus we zitten nu op 22.000 liter ongeveer. Waar wij kwijt kunnen in de silo voor de kippen. Nou, dat is hartstikke goed. Daarnaast vul ik in ieder geval al een deel gaan hakselen. Niet alle twee de velden, maar een deel. Want, ja. We hebben en geoogst en gehakseld. Dat lijkt me wel een goeie. Dan kunnen we de kuil weer even mooi vullen. Waarom rijd ik trouwens hierin? Ik moet het hierin gooien. Zo. Handremmetje erop. We zitten precies op de helling. Nou hebben we toch in ieder geval nog ietsjes voor de kippen, zodat ze lekker kunnen eten. Ik hoop dat het genoeg is voor de winter. Ik denk het wel. You never know. Want wat ik namelijk graag wil gaan doen is... ik zet de vent, die zet ik hier neer. En dan wil ik zelf met de hakselaar... wil ik gaan hakselen. Zo. Alleen dan is de vraag, welke hakselaar gaan wij nemen? Welke hakselaar gaan wij nemen? Laten we met het achterste veld beginnen, want die is niet zo heel groot. Dan doen we in de volgende aflevering doen we het veld hier rechts. Zo. Want we moeten eventjes kijken waar we nou, of welke hakselaar we gaan gebruiken. Want ik heb twee hakselaars heb ik gekocht. Of gekocht. Gedownload. Dus laten we eventjes daar naartoe lopen. We hebben gelukkig redelijk wat geld nu bij elkaar gespaard. €46.400. Natuurlijk door het... even kijken. Het moet wel een beetje rechts zijn, anders glitsjes ze door de grond in. Zo. Door de biogas hebben we natuurlijk best wel wat geld voor elkaar gesprokkeld. Dus dat is top. Maar welke haksla gaan we doen? Want ik heb er twee gedownload. Een Krone en een New Holland. De New Holland is een stuk goedkoper. Die is €185.000. En de Krone is €355.000. Dus ik denk dat de New Holland voor nu een stuk rendabeler is voor ons dan dat wij iets anders gaan doen. We gooien er geen olie in, want het is natuurlijk een huurding. Dus dat gaan we niet doen. Het glas kunnen we zelfs nog eventueel aanpassen. Ik weet niet of we de pijp groter kunnen maken. Ik denk het niet. Nee, kan het misschien bij de ding? Nee, bij de Big X kan het ook niet. Laten wij deze gebruiken. 450 pk. Ik denk dat dat wel voldoende is. Meer hebben we niet nodig. Dat is €9.000. En dan moeten wij nog de back hebben. Ik weet niet of die erbij zit hoor. Dat is de S2200, die moet ik niet hebben. Nee, die zit er niet echt bij. Dus... laten we deze doen. Ik wou politie. Ik weet niet of jullie dat op stream horen, maar het klinkt best wel dichtbij. Ja, ik denk dat we voor 6 meter breed gaan. Dan gaan we 12 km per uur. Dan doen we die erbij op. Hartstikke idee. Dit is wel eventjes een dingetje. Dus deze doen we heel even hier naartoe. Ik hoop dat hij het aan kan. €13.000. Hey, dit is ook ander geluid. Dat is leuk. Ik hou van mods met ander geluid. Oh. En die eraan vast. Hij zit wel heel erg hoog. Maar goed. Officieel kan het helemaal niet. Want de stuurstang zit er niet aan vast. En de... oh, maar... het geluid binnenin is ook heel anders. Dat klinkt een stuk realistischer. Oké, okay. Maar de stuurstang zit er niet aan vast, dus dat klopt niet helemaal, maar goed. Hey, je hebt twee dingen. Wat is het verschil dan? Pijp 1. Controlegroep koffers 2, ik weet het niet, het zal wel. Zo. Nou, dan gaan we hakselen. Let's go.
Hartstikke idee. Daar gaan we. We zouden eigenlijk 12 km per uur moeten gaan. Dat gaan we niet helemaal halen, maar goed, het is niet zo heel erg. Het is ook maar een kleinste motor. Echt een grote motor hebben we normaal niet nodig. Dat is nergens voor nodig. En volgens mij zag ik zelfs dat hier camera's op zaten. Wat ik zag. Ik moet wel even met mijn kop erbij. Ik heb iets aangeklikt, maar ik weet niet wat. Control group inside. Mag ik dat ook niet doen? Ik klikte op iets, maar ik weet niet wat. Ik klikte op iets, maar wat? Dat weet ik niet. Ja, nou is het weg. Oké. Die camera laten we maar. Laten we lekker gaan hakselen. In ieder geval een begin maken van het hakselen. En dan gaan we de volgende keer gaan we volledig aan de gang. Zo. Het is wel lang geleden dat we mais hebben gehakseld, jongens. De laatste keer was denk ik ook echt met Castlenord. Want in multiplayer hebben we het ook nog niet gedaan in de stream. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Als de opbrengst maar goed is, daar gaat het om. Als de opbrengst maar goed is. Want we hebben natuurlijk nu niks, geen keulvoet meer. We hebben natuurlijk alles hebben we natuurlijk in de machine gegooid. En het overgebleven spul hebben we natuurlijk verkocht. Bij de biogas, dus. Ja, dat blijf ik mooi vinden hoor. Je hebt, je ziet ook daadwerkelijk waar ik rijd. Dus dat rij je allemaal kapot. En je ziet ook gras tussen de... tussen het mais. Dat is wel heel realistisch. Want dit is weer een andere texture mod die in deze map zit dan in andere mappen. Dit ziet er veel realistischer uit. Ik vind dat wel vet. Want ik rijd natuurlijk ook dat gras rijd plat, zoals je kan zien. Nou, de stoppels rijd ik kapot, wat natuurlijk logisch is. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat ze dat hebben gedaan. Zo. Het is natuurlijk makkelijker om de trailer ernaast te doen, maar ik vind het altijd mooi om zelf te gaan hakselen. Dat doe ik graag. Dus daarom knoop ik de trailer er altijd achter. Eens kijken hoe ver we komen. Het is natuurlijk maar een 6 meter bek, maar echt groot hebben we eigenlijk niet nodig. Zo heel groot zijn deze velden niet en we huren het alleen, dus waarom zouden we gelijk zo'n grote bek moeten nemen? We rijden ook 8 km per uur, dus eigenlijk had hij misschien een tikkeltje groter moeten zijn. Of iets meer vermogen voor deze bek. Hij kan het niet helemaal aan. We zouden eigenlijk 12 km per uur moeten gaan. Maar goed, er zijn ergere dingen. Hartstikke idee. Nou, dus hebben we een heel rondje hebben we gehad. Hebben we hier eigenlijk IC op zitten? Nee, er zit geen IC op. Of zullen we... Nou, we hoeven hem nou nog niet te legen. Dat hoeft niet. Ik moet even wel oppassen dat ik niet... het mais kapot rijd. Dus laten we even een rondje rijden. Kunnen we dit ook meenemen? Ik hoop dat dat goed gaat met die boom. Ja, dat gaat gelukkig goed. Dat gaat net, hè, met die boom. Dat gaat net. Laten we hier ietsjes meer ruimte doen. Ik zit nou precies met de trailer tegen de boom aan. Uh-oh. Ik zeg, dat gaat precies met die boom. Maar nou zit ik vast met mijn pijp in de boom. Wacht even, dat gaat niet helemaal goed. We moeten eerst even die pijp inklappen. Zo. Kijk. Perfect. Ja, laten we wel even een extra koppakker erbij doen, want... Dan hebben we net ietsjes meer draairuimte.
Even een fotootje ervan maken natuurlijk. Hartstikke idee. Ik moet wel echt in de lane blijven, want ik mis best wel wat. Vanaf de zijkant lijkt het alsof ik er gewoon netjes bij zit, maar dat is helemaal niet zo. Zie dat, dan mis ik weer wat. Dat is niet helemaal de bedoeling. Laten we nog één koppakketje doen. Dan weten we zeker dat we genoeg draairuimte hebben aan die kant. En dan legen we de trailen. Het is natuurlijk een zwoele zomeravond, dus we gaan wel iets langer door met de dag. Dus de volgende keer als wij de video starten, spoel ik niet de tijd door. In principe is er nog genoeg licht om in ieder geval iets te kunnen zien. Want we legen deze trailen en dan denk ik dat ik het mooi geweest vind voor vandaag. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan wij alle, of eigenlijk al het mais gaan we hakselen. En dan moeten we het veld ook, de keul moeten we gaan persen. En dan kunnen we ook gaan balen persen. Ja, dat kan in principe ook nog de tweede dag van augustus. Dat kan ook nog. Dus ik koppel die af. Zo. Dan koppelen we de trillen aan. Ja, ik vind dat wel heel realistisch. Dat gras ertussen en dat je alles kapot rijdt en zo. Zolang we geen regen krijgen is het goed, want dan hebben we natuurlijk een ingehoorde modderpoel. En dan kunnen we geen kant meer op. Zo. Geen auto. We hadden natuurlijk al iets in de kuil gegooid. En dan komt dit er nog bij. Deze kuil. Ik wil maar aan de linkerkant wil ik het gooien. Zo. Perfect. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan wij alles aanpassen. Dan gaan we alles hakselen wat we hebben. En dan hoop ik dat de kippen ook mooi wat eieren verzamelen. Ja, wat ik zeg, ik heb het idee dat ze heel weinig eieren produceren, maar dat kan ook aan mij liggen. Zo. En deze mag hier. Right jongens, nou dat was hem dan voor vandaag. De volgende keer hebben we een hele mooie hakselaar om dit veld te gaan hakselen en dit veld te gaan hakselen. Nou, dan moeten we toch best wel wat keul voor hebben in de keul om in ieder geval aan de koeien te voeren en natuurlijk voor de verkoop. Mocht je dat natuurlijk een leuke video bevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer met een gloednieuwe video. Kalm!